Welkom bij deze derde en laatste sessie van de themadag van Vist ik het maar. Mijn naam is Tim Haasnoot en ik ga gedurende deze sessie in gesprek met Pieke Molenaar van Wageningen Marine Research. Voordat we gaan beginnen met het interview, eerst een paar huishoudelijke mededelingen. Ik wil iedereen verzoeken om microfoon en camera uit te schakelen gedurende de interviewsessie. Zoals ik via de mail had aangegeven, bestaat deze sessie uit twee delen. Dus eerst een interview met Pieke. En dat zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. En dat gedeelte zal worden opgenomen. Vervolgens is er een half uur de tijd om allerlei vragen te stellen aan Pieke. Dus we hebben een interactief gedeelte. En mijn collega Roos zal tijdens die sessie iedereen het woord geven om vragen te kunnen stellen. Johan Baai van het Visserij Innovatiecentrum is ook aanwezig achter de schermen. Dus ook vragen richting het Visserij Innovatiecentrum kunnen gesteld worden. Dan stel ik voor dat we nu overgaan naar het interview met Pieke. Zoals ik al zei, hij is onderzoeker bij Wageningen Marine Research en is bezig met allerlei onderzoekstrajecten naar innovaties in de visserij om duurzamer en selectiever te kunnen vissen. Pieke, aan jou het woord. Ja, Pieke, hartstikke fijn dat jij vandaag hierover met ons in gesprek wilde gaan. De sessie selectiviteit in vistechnieken. Ja, dankjewel. Ik had jou van tevoren gevraagd van, wat voor visserijinnovaties ben je momenteel zoal aan het werk? Vervolgens heb jij mij een document toegestuurd met allerlei innovaties waar je nu onderzoek naar doet of aan werkt. Ik heb die innovaties ook van tevoren gedeeld met alle deelnemers in deze sessie. En het lijkt me leuk om er een paar uit te lichten. De eerste die mij wil triggeren, waar ik nieuwsgierig naar was, was de zeefmat, nummer 2 in het document. Kun je mij vertellen wat jullie daar precies doen en wat daar de bedoeling van is van die innovatie? Ja, dankjewel Tim. Ja, in de garnalenvisserij hebben we een aantal uitdagingen. Een daarvan is bijvangst, maar een andere is ook dat je netten soms best wel vies worden in de periode dat er veel macroalgen, zoals zeesla in de Waddenzee, ronddrijven. En wat je dan krijgt is dat je normale net, er zit een soort trechter in, dat noemen ze een zeeflap, die zorgt dat je bijvangst naar buiten getransporteerd wordt. En de garnalen gaan door de mazen heen van zo'n trechter en die komen dan in het net. Maar je moet je voorstellen, als die hele trechter verstopt met zeeweer, ja, dan gaan alle garnalen zo rechtstreeks weer naar buiten, dus dan vang je niks. En dat moet je dan handmatig schoonmaken. En een aantal vissers in Lauwersoog, die hadden daar een oplossing voor bedacht. En dat was om die trechter uit je net te halen, maar dan in de plaats van die trechter een heel net voor je garnalennet te maken bij je ingang. Wat je dan hebt is dat Dat net aan de voorkant, dat wordt ook vies. Daar hangt ook groen in. Maar als je hem ophaalt en dan een paar keer heen en weer beweegt in het water en dan een stukje achteruit vaart, dan is het weer schoon, dan kan je weer vissen. En dan hoef je niet handmatig al die onderdelen uit dat net te plukken. Dus dat is eigenlijk misschien best een mooie oplossing voor de maanden dat er veel macroalgen in het water zitten. Cool, thanks. Die je niet wil hebben. Als je die nou voor de ingang van het net plaatst en alles gaat er dan onderdoor en de garnalen gaan er doorheen, dan vang je dus wel je garnalen, maar niet al je bijvangst. En die zeesla blijft dan wel in dat net hangen ervoor. Maar dan hoef je het niet met de hand eruit te pakken, zoals bij de conventionele zeeflap moet. En die zeefmaat die hangt dus gewoon voor je net, die hang je dus naast schip, die doe je een paar keer heen en weer, vaar je een stukje achteruit. Is die schoon, dan kan je weer vissen. En dat zou best wel een goede oplossing zijn voor als je in de zomermaanden op het wat vist, om toch nog selectief te kunnen vissen. En dan toch te kunnen blijven vissen zonder dat je handmatig elke keer het hele net schoon hoeft te plukken van groene dingen. Okay. Dus dat is wel een leuke. En is dit iets wat jullie al testen ook in de praktijk? Ja, volgens mij hebben we de eerste praktijktest in 2016 gedaan. En daarna heeft het even, er was geen project voor om dat te gaan doen. Daarna is het opgepakt in een Waddenfondsproject. En vorig jaar hebben we een praktijktest gedaan. Ook weer in de Waddenzee. En dat hebben we in,
volgens mij september gedaan. Maar de groene periode was net over. Dus dan kreeg je een goed beeld hoe effectief is het nou ten opzichte van de conventionele netten. En hoeveel minder bijvangst of meer bijvangst heb je dan als je dat ding gebruikt. En deze zomer gaan we nog een keer echt, als het weer super groen en smerig is, gaan we nog een keer testen. Oké. Dus, maar de eerste resultaten waren in die zin wel positief, dat jullie hier wel mee doorgaan. Ja, het ziet er op zich wel goed uit. Ik denk dat het zeker een oplossing kan zijn. Of een aanvulling in de toolbox die je als garnalenvisser kan gebruiken om toch nog selectief te vissen het hele seizoen door. Oké, ja. Nee, ik realiseer me ineens, ik was vergeten voor de deelnemers. Dat betreft dus nummer 2, de zevenmat. een ander die mij al opviel. Dus van de garnalen gaan we dan naar de platvisvisserij, met name de tongvisserij, was het drempelpaneel. Kun je mij daar iets meer over vertellen? Nummer 4 is dat in het document. Ja, in de tongvisserij, we staan voor twee grote uitdagingen, denk ik. Nu de puls verboden is, hebben we als eerste dat je moet kijken dat je toch nog een goede boterham kan verdienen. Dus genoeg besomming moet hebben met je vangst en dat je daarmee een balans vindt met je brandstofverbruik. Een andere is dat we nog steeds heel veel kleine vis vangen. En dan met name kleine platvis en wijting. En dan zit het voornamelijk op de kleine school. En als je naar het visgedrag kijkt van die vissen in die tongvisserij, dan is een tong echt de koning van het ontsnappen uit het visnet. Die zoekt overal naar een uitweg. En een school die is eigenlijk redelijk passief. Die gaat met de stroom mee naar achteren en die zit daar. En die past ook niet zo goed door de mazen. En dan zijn we achtergekomen toen we videobeelden gemaakt hebben in het net, wat die vissen nou doen als ze gevangen worden in, dat was destijds een pulsnet. En toen hebben we bedacht van ja, je kan wel proberen die schollen te laten ontsnappen uit het net, maar die kunnen helemaal niet zo goed zwemmen. Dus die gaan echt niet echt op zoek actief naar een uitgang. Toen dachten we, ja, we moeten dus die tongen moeten we een uitgang geven, waar ze denken dat ze ontsnappen, maar dan komen ze in een apart deel van het net waar ze dus echt niet meer uit kunnen. En dat hebben we met dat drempelpaneel proberen te ontwikkelen. Dus aan de onderkant een soort drempeltjes gemaakt, allemaal achter elkaar. Die tong die komt dat net binnen, die tong wil erachter, die kruipt weg. En dan zit hij in het onderste deel. En die school die heeft niet die zwemcapaciteit en misschien ook niet die drang om erachter te kruipen. Dus die komt dan in het bovenste deel van het net. En als dit echt goed werkt, dan zou je dat bovenste deel van het net, als alle tongen naar beneden gekropen zijn, zou je grotere mazen kunnen maken om de kleine scholen ook te laten ontsnappen. Misschien is het ook nog wel iets voor bijvoorbeeld in een twinrigvisserij om tongschaar te vangen of met een twinrig net nog een paar tongen bij te vangen terwijl je gewoon wijde mazen gebruikt. Maar dat is iets wat we in de toekomst nog uit moeten zoeken. Maar ik denk dat dat zeg maar wel het concept is dat je denkt van oké, we moeten kijken naar het visgedrag en hoe kunnen we dat nou gebruiken om selectiever te vissen en juist de vissen wel te vangen die je wil vangen. Want dat type gedrag is wel specifiek voor tong dus, dat zich echt proberen eruit te... Ja, als je kijkt ook naar de huidige tongvisserij, alle tongen die je vangt, die zitten allemaal, ook die hele grote, allemaal met de kop door de mazen en zijn bijna weg, maar net niet. Want die mazen zijn net klein genoeg dat ze een beetje blijven hangen. En als je naar school kijkt, dan is dat een stuk minder. Dus een tong wil echt ontsnappen en een school heeft dat die drang een stuk minder. Dus ik denk dat je daar echt gebruik moet van maken, al wil je selectief meer tongen van dan andere vis. Ja, en... jij had mij ook een filmpje toegestuurd. Ja. Dit is volgens mij ook hetgene wat je kunt zien als je op de link in het document dat ik heb gestuurd. Klopt, ja. Dat filmpje hebben we vorig jaar gemaakt in het innovatiecentrum. We hadden die filmpjes natuurlijk gezien op zee in het net. En toen dachten we, gaat dit principe nou werken? En toen hebben we in het innovatiecentrum in Stellendam hebben we geprobeerd om dat principe na te bootsen met ondermaatse schollen en maatse tongen. En die deden we in een kooi. En die kooi die had dat scheidingsmechanisme in zich. En dan konden we kijken of we dat gedrag van die school en die tong ook daadwerkelijk in die kooi terugzagen. En als je het filmpje kijkt, dan kan je ook zien wat we gevonden hebben. Oké. Nou, dus is een aanrader voor ieder die het filmpje nog niet heeft bekeken, om daar nog eens een blik op te werpen. Het zag er heel interessant uit. Is dat inmiddels al ook in de praktijk getest op aan boord van de kotter? Of, we hebben een, volgens mij 3 weken geleden, een eerste test gedaan op een vrijdag op de Tolen 10. En eigenlijk zoals met elke innovatie, je gaat voor het eerst naar zee en het is niet wat je denkt. Het net lag te veel op de grond, we kregen schade aan de bodem. Toen hebben we er daarna een aantal vliegers opgezet, toen stond het beter. Maar we hadden nog wel een issue met het een en ander aan zand en zeesterren. Dus we gaan hier nu verder over evalueren. Maar het concept theoretisch moet kunnen werken, maar je moet alleen het net nu nog zo maken dat het ook echt gaat werken. En het verschil tussen theorie en wat er in de praktijk op zee gebeurt is toch wel heel groot altijd. En het is altijd vaak een tijdrovend proces voordat je een innovatie daadwerkelijk
ja, goed uit kan rollen. Als je naar de puls kijkt, hebben ze ook 30, 40 jaar over gedaan. Ja. Dus nog wat werk aan de winkel. We gaan er echt voor om het zo snel mogelijk op te lossen, maar het is niet zo makkelijk, hè? Nee, dat is toch een heel proces, dat innoveren. Dat doe je niet zo even. Nee, en andere die mij ook wel in het oog sprong was Swedish Grit. Nummer 8 is dat in het document. Dat is volgens mij de visserij op Noorse kreeftjes of langoustines. Hoe werkt dat? Hoe zit dat in elkaar? Wat proberen jullie daar op te lossen of aan te werken? Ja, visserij op langoustines is ook, net als tong, relatief kleine maaswijdte. Al is nu met de Brexit-periculum is het verplicht om wat grotere maas te gebruiken. Maar wat je daar ook hebt, dat je een gemengde bijvangst hebt van platvis en kreeftjes. En wat je eigenlijk wil daar is, voor die kreeftjes heb je kleine mazen nodig. En voor die schollen en die platvissen kan je eigenlijk met grotere mazen, kan je gewoon echt uit de voeten. Alleen dan moet je dus eerst de kreeftjes van de rest van de vangst scheiden. En dit concept komt dan uit Noorwegen. Of uit Zweden. Dus vandaar ook het Swedish Grit. En daar hebben ze, eigenlijk dit net gemaakt om alle vis uit het net te lozen, dat je alleen nog de kreeftjes vangt. En we hebben erover nagedacht, maar hier in Nederland willen we eigenlijk zowel de grote vissen als de kreeftjes hebben. Want de vis is gewoon ongeveer de helft van je inkomen voor zo'n kreeftvisser, dus die wil je wel vangen. Dus dan hadden we bedacht, als we dan onder die kreeftjes eerst eruit zeven en dan boven waar die vissen eigenlijk normaal er allemaal uitgaan, dan maken we weer een net aan met grote mazen, dat we wel een grote vis opvangen. En ik moet zeggen, dit werkte ook best aardig. Of gewoon eigenlijk wel goed. Je kon volgens mij ruim de helft van de ondermaatse schollen konden we gewoon zo uit het net kwijtraken. Of misschien nog wel meer. En wat je wel ziet, omdat het onderste net waar je die kreeftjes opvangt, die hou je wel dezelfde maaswijdte. Maar omdat er minder volume in zit, ga je ook meer kreeftjes vasthouden. Dus met dit net ving je minder kleine school, maar je ving meer kreeftjes. En dan vooral iets meer kleine kreeftjes. Dus ook hier moeten we denk ik nog zoeken naar een oplossing om minder kleine kreeftjes te vangen. Want als je minder kleine kreeften vangt, kijk, een kreeftje die wordt gewoon 15 jaar. En als je een hele grote mooie kreeft hebt, ja 15. Maar als jij hem al wegvangt als hij zo is en dan wel aan boord haalt. Ja, sommige overleven het, sommige niet. Maar dan heb je toch dat die kreeft van 4, 5 jaar, ja die is niet meer. Dus je moet weer 4 jaar wachten voordat er weer een nieuwe is. Maar als je die dus onder water uit net kan lozen, dan kan je op termijn wel door blijven vissen op die kreeft als hij 7 jaar is. Want dan kan je hem wel opvangen. Ja. Dus ik denk dat dat nog een stap is die we daar kunnen maken. Het principe tussen het scheiden van vis en kreeft werkt wel goed. Alleen nu moeten we nog een aanvullende hebben, zodat we de kleine kreeftjes ook kwijt kunnen raken. Ja, dat is ook wel interessant dat je eigenlijk het ene hebt opgelost. Ja. En je kan vervolgens gelijk weer door met de volgende uitdaging. Met de volgende vraag, ja. Maar dat is dus innoveren. Het gaat nooit zo snel als dat je eigenlijk hoopt. Het klinkt heel makkelijk en dan ga je daadwerkelijk testen op zee en dan zit er toch vaak een addertje onder het gras. Ja. Maar dat houdt het ook wel weer wel leuk. Je moet blijven nadenken en blijven theoretisch blijven kijken. En ook vooral in de praktijk van, is dit werkbaar en kan je hier goed mee vissen? En behoud je inkomen als je met zo'n net vist? En dit is ook dus wel een innovatie die jullie al hebben getest in de praktijk? We hebben hem volgens mij al twee keer een week getest. Twee keer op de Wieringen 274 vanuit Den Oever. En het ziet er eigenlijk wel goed uit. Ik denk dat je dit in de praktijk wel verder toe kan passen. Ja, was de visser die daaraan deelnam ook wel over te spreken? Zag die, Ja, die stuurde mij via WhatsApp. Stuurde hij meteen foto's van, die staat er ook in. Een hele box vol, maar het eigenlijk best wel schone kreeft. En dan had hij nog een klein mandje ernaast waar wat maatse vissen in zaten. En dat ziet er soms toch wel anders uit. Dus dat is wel positief, denk ik. Nou, hartstikke mooi om te horen. Ja, dan de laatste. Hele andere tak van sport. De pelagische visserij. Soortherkenning. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Nou, ik was vorig jaar was ik mee op een troller. We waren op horsmakreel aan het vissen. En ze hebben super geavanceerde sonarapparatuur op zo'n troller. En wat je dan, je kan heel duidelijk scholen vis waarnemen. Maar met die scholen vis, je kan sommige soorten niet 100% van elkaar scheiden. Soms kan je aan de vorm van de school wel zien als die. En soms aan de school denk je als die. Maar soms zit er een momentje bij dat die vormen van die scholen heel erg op elkaar lijken. En dan wil de schipper wel eigenlijk weten, welke vis zit er nou echt? Want voor de ene heeft hij wel heel veel quota en de andere heeft hij eigenlijk geen quota meer. Dus die wil hij eigenlijk niet vangen. En ik was aan boord en ik zei, kunnen we niet iets met een camera doen? Hij zei, kijk maar. Maar dan hoef je het net niet uit te zetten. Dan kan je gewoon met een camera kijken welke soort zit in die school. En dan kan je als visser besluiten, ga ik die school opvissen of niet? Als de verkeerde soort is, vaar je door. En als het de goede soort is, dan ga je net uitzetten.
En dat scheelt tijd. En je kan daarmee dus selectiever vissen. Omdat je dus echt gericht alleen die scholen opvist waar je nog quota voor hebt. Ja. En daar ga ik nu een tool ontwikkelen hoe de bemanning makkelijk dus die beelden zelf kan maken. En als ze dus twijfelen over die school, kunnen ze dat ding laten zakken. Kunnen ze kijken, is de juiste vis? En dan kunnen ze een beslissing maken. Ja, dus als ik het goed begrijp, laat je als het ware een camera in zee zakken. Ja. En daarmee kun je dan bepalen... Je laat de camera in zee zakken en je kan er nog mee varen ook. En het doel is om tot 250 meter die camera te hebben. En dat je hem supersnel weer omhoog haalt op het moment dat je denkt van... Oké, nou het gezien. Gaan kijken. Ja. Dit is dus nog iets wat nog wel getest moet worden in de praktijk. We zijn het nu in elkaar aan het zetten. Eigenlijk, ik heb de eerste praktijktest al gedaan met een hengel, een camera en een lood. Maar dat gaat nog niet zo snel als dat we het werkelijk in een commerciële situatie zou hebben. Dan zou ik het gewoon echt in één keer, boom, naar beneden, professioneel knopje omzetten, omhoog. En dat je dan gewoon meteen kan kijken. Ja. En nu heb ik het een beetje houtje-touwtje gedaan, maar het is wel proof of concept. Dus ik denk dat het gewoon prima kan. Ja. Alleen van de zomer zullen we dat, of misschien later, in het najaar gaan we dit een keer testen. Ja, mooi overzichtje. In ieder geval vier leuke innovaties waar je nu mee bezig bent. Ik hoor jou een aantal keren het woord selectiviteit ook wel gebruiken. Maar wat zie jij nou eigenlijk als de belangrijkste aandachtspunten als je bij het ontwikkelen van een innovatie? Is dat dan puur selectiviteit of zijn er ook nog andere facetten waar je naar kijkt? Ik denk dat er drie pijlers zijn voor voor het ontwikkelen van innovatieve netten. Eén is, ik denk momenteel heel erg ook met het verbieden van de puls is hier weer heel erg onder de aandacht. Het brandstofverbruik dat je hebt per kilo vis dat je gaat vangen en hoeveel euro je daarvoor krijgt. Dus dan zoek je de balans naar hoeveel brandstof verbruik ik om hoeveel besomming te genereren. En daar wil je eigenlijk zo goed mogelijke balans. Want dan hou je als visser zoveel mogelijk onder de streep over. En dat is denk ik nu ook weer heel belangrijk. Wordt heel veel naar gekeken en wordt ook veel in ontwikkeld. Vooral in de tongvisserij. Van ja, hoe gaan we die tongen vangen? Energie-efficiënt is het eigenlijk. En die kant gaan we ook wel op. Dus meer van, wat hou ik onder aan de streep over dan? Hoeveel massa heb ik op de afslag gezet zonder dat ik kijk naar hoeveel brandstofverbruik ik heb? En tweede is natuurlijk selectiviteit. En selectiviteit verstaan we onder, kan ik alleen de vissen vangen die ik wil vangen? Dus de grote vissen die je op de afslag kan zetten en niet alle hele kleintjes of vissen die je niet wil hebben. Een andere is stenen, schelpen, bodembeesten. Hoe kan je die dingen nou niet vangen en dan wel die andere vissen? Het is een langslepend vraagstuk, denk ik. En voor sommige visserijen hebben we een oplossing. Voor sommige is het gewoon niet makkelijk. De tongvisserij is hier een heel, hele moeilijke, waar we ook nog niet een kant-en-klare oplossing hebben. En de laatste is viskwaliteit. Viskwaliteit is natuurlijk belangrijk voor de prijs die je ervoor krijgt en voor de houdbaarheid. Dus hoe beter je vis van kwaliteit is, hoe langer die houdbaar is. En vaak daarmee geven ze ook een betere prijs op de visafslag. Een ander ding is, als je dan bijvangst hebt en je viskwaliteit is supergoed, dan is de kans dat... de bijvangst die je niet wil hebben, die is ook van goede kwaliteit. En als je die dan teruggooit, overleeft die ook beter. Dus je moet zo zien, als een vis gevangen is en heeft al zijn schubben nog, hij is helemaal intact, slijmlaag is nog heel en hij zwemt weer weg, dan is de overlevingskans een stuk groter van die bijvangst die je niet wil hebben, dan als hij een deel van zijn schubben mist, slijmlaag en een beetje verdwaasd is. Dus ik zie dat als twee, het mes snijdt aan twee kanten. De ene kant heb je dus een betere prijs voor je vis en ziet hij er beter uit, lang houdbaar. Aan de andere kant is de bijvangst, de ongewenste bijvangst die je hebt. En als je die teruggooit, dan overleeft die ook beter. Ja. En daar zijn we ook mee aan het werken. Dat is interessant. Dus samenvat, eerste pijler zeg jij, kijken naar efficiëntie. Dus ja. Opbrengst afgezet tegen de kosten, bijvoorbeeld voor je brandstof. Tweede, inderdaad, selectiviteit. En als derde dus inderdaad kwaliteit als aspect wat verder naar voren. En ik was ook wel benieuwd, het zal jou ongetwijfeld niet ontgaan zijn, dat de komende jaren er toch wel grote schalige veranderingen gaan plaatsvinden waarschijnlijk op de Noordzee. Wat denk jij wat dat voor invloed gaat hebben op de vistechniek in de toekomst? Heb jij daar een beeld bij? Ik heb er wel ideeën bij. Hoe het daadwerkelijk uitgewerkt gaat worden is natuurlijk een tweede. Wat je veel in die grootschalige verandering op de Noordzee ziet, is dat er gebieden komen waar je met een gesleept vistuig, dat je daar niet meer mag vissen. En dat brengt natuurlijk wel een verandering met zich mee, dat je
met een hele efficiënte visserijtechniek niet meer een deel van het bestand op kan vissen. Dus dan moet je gaan nadenken, kan ik dat deel van het bestand dan wel in een resterende opvangen of is dat te klein? En als je dan in die gebieden gaat vissen waar je niet met een gesleepnet mag komen, dan moet je daar een andere visserijtechniek toe gaan passen. Nou, dan kan je denken aan een passieve methode, dan heb je het over staand wand, kooien. Die kooien die zijn natuurlijk bekend van de krab- en kreeftvisserij, maar je kan hem ook zo maken dat je er op vis mee kan vissen. Maar dat staat nog wel echt in de kinderschoenen. En een andere manier is haak en lijn, longlijn. Een aantal van deze technieken, vooral die passieve technieken, die kunnen niet samen in één gebied plaatsvinden met gesleepte vistuigen. Want ja, als er een hele serie kooien staat, dan kan er natuurlijk geen boomkor doorheen. Maar als je dan het gesloten gebied hebt, dat biedt wel kans voor die andere technieken om zich te ontwikkelen. Zij het niet dat het nog niet echt goed bestaat en dat er nog heel veel ontwikkeld moet worden. Als je een visserij met kooien wil gaan doen, dan moet je gaan denken aan wat voor lokstof heb ik nodig. En wat voor geur, of hoe trek ik die vis naar die kooi dat hij erin wil? En hoe effectief is het? En vanaf hoeveel oppervlak kan ik die vis naar die plek toe krijgen? En dat zijn allemaal vragen die zijn eigenlijk nog onbeantwoord, onbekend. En daar moet je nog wel echt, denk ik, een stapje onderzoek aan doen. Dan wel niet als sector of als onderzoeksinstituut of wie daar echt mee aan de gang wil. Dus jouw verwachting voor de toekomst is op dat gebied dat er naast de huidige vistechnieken die we toepassen op de Noordzee waarschijnlijk nog een extra aantal nieuwe vistechnieken. Helemaal nieuw zijn ze niet. Ze worden op sommige plekken in het buitenland wel al toegepast. Maar echt specifiek om dat hier in het Noordzee goed uit te voeren, daar moet je nog wel naar kijken. Ik denk dat ook gewoon leren in het buitenland is en kan dat hier of kan dat niet. En als het hier wel kan en het is niet super effectief, moet je misschien kijken of je het nog efficiënter kan maken, zodat je het wel rendabel wordt. Want als je natuurlijk maar 2 vissen per kooitje vangt dan, en je hebt 100 kooitjes, ja, dan kan je niet heen en weer varen naar je kooi, want dan hou je onder de streep niks over. Ja. Dus het is een beetje balans tussen vangstefficiëntie van het kooi en de kosten die er aan de andere kant aan hangen. Oké. Okay. En waar ik ook nieuwsgierig naar was, is als je het hebt over innoveren, dan moet je ook veel samenwerken met vissers. Wat is de rol van de visser eigenlijk in zo'n innovatieproces? Wat is jouw ervaring daarin? Ik zie het altijd zo. Een visser is eigenlijk een van de belangrijkste schakels ook in het innovatieproces. Wat er uit het proces komt, moet hij zelf gaan gebruiken. En het moet praktisch, het moet praktisch zijn om mee te vissen en het moet voldoende vangen. Een visser die heeft natuurlijk, die gaat op zee, die verdient daar zijn inkomen. En als je een innovatie meegeeft waar hij niks mee verdient, dan heeft hij er ook niet zoveel aan. Een andere rol om vissers wel bij dit soort processen te betrekken is dat ze daadwerkelijk de innovatie testen in het vistuig waar ook later mee gevist gaat worden. En dat het ook praktisch daarmee, dat je een innovatie ontwikkelt voor dat tuig. En dan denk ik dat het ontwikkelen van zo'n innovatie een stuk sneller kan gaan als mensen uit de praktijk dus gewoon meedenken. Een ander ding, vissers hebben niet altijd toegang of krijgen niet alle ideeën van over de halve wereld mee. Dus soms denk ik ook, soms hoor ik dingen in het buitenland en denk ik, ja, dat, misschien is dat wel wat voor Nederlandse visserij. En dan ga je naar de visser en dan zeg je, hey, ik heb dit gehoord, kan dit? Nou, dan zie je dat even denken. Nou, vaak, nou, misschien niet. En een week later is er over nagedacht. Denk ik, ja, misschien is het toch wel wat. Misschien moeten we het gaan proberen. En dan zie ik toch graag dat de visser zelf bedenkt van hoe je dat in je eigen tuig gaat maken. En daar zie ik toch wel een belangrijke rol van de visser. Een visser moet ermee vissen en wat wij dan als onderzoeksinstituut kunnen doen is het kijken hoe effectief is het tuig dan, hoeveel, en daar ook een protocol bij bedenken. En nou ja, ik denk dat de visser toch wel redelijk centraal staat ook in het innoveren. Dus het zou mooi zijn als er vanuit de sector ook heel veel input komt en ook van de jongere generatie. Hoe je dit op kan pakken en hoe je bepaalde problemen rond selectiviteit op kan lossen. Ja, dus ook wel de toekomstige generatie vissers hier een actieve rol in proberen te geven. En zeker, laat ze erover nadenken, stimuleer ze er. En dan kijk hoe je daarmee, misschien wel hele mooie oplossingen zelf kan bedenken als jonge generatie visser, als toekomstige visserijtechniek. Ja. Dus dat lijkt me zeker mooi. Hoopgevende boodschap in ieder geval. Ik stel voor dat we dan nu overgaan naar het interactieve gedeelte. Dus ik zal zo het woord geven aan mijn collega Roos. En dan wil ik iedereen in de chat, alle deelnemers, de mogelijkheid geven om vragen te stellen.
Die kunnen zowel dus gericht worden aan Pieke Molenaar, als ook aan Johan Baai. Die zit ook klaar achter de schermen. Dus Roos, bij deze, the floor is yours. En bedankt, Pieke. Dankjewel, Tim. Dankjewel, Tim.